Dat Gent een bezoek meer dan waard is, dat is een open deur intrappen. Dat bezoek is dus voor later. Vandaag richten we onze aandacht vooral op de fietslus rond Gent, zoals die wordt voorgesteld door de dienst toerisme onder de ronkende titel Stalen Ros van de heer Borluut. Daar hoort deze gratis kaart bij, die kan je bestellen op route.be. En als je de titel ingeeft, dan krijg je die netjes gratis thuisbezorgd. Het is vandaag 18 mei en het wil maar niet warmer worden als 14 graden en dus veel te koud voor de tijd van het jaar. Bovendien voorspelt ons Nationaal Weerinstituut wisselvallig weer en daar kun je dus alle kanten mee op. En daarom gaan we het er toch maar op wagen. We zien wel. Vanuit Gent voert de route in Gent-Brugge langs de oevers van de Schelde tot in Melle. Van daaruit gaat het via Merelbeke, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem tot aan het veer in Baarle. Via Drongen en het veer in Afsnee leiden Leien ons terug naar het centrum van Gent. Het vertrek van de route bevindt zich aan het Nieuwe Bouwensplein in het historische centrum van Gent, in het verlengde van de Sint-Baaskathedraal en de burcht van Gerard de Duivel. Daar vind je het routebordje nummer 31 dat je via de Gebroeders van Eijkstraat naar de fietsroute leidt. We laten Gent achter ons en volgen in Gent-Brugge het jaagpad langs de Schelde. Zo'n jaagpad noemen ze hier de Scheldetraal. Op weg naar het kasteel Koningsdonk verlaat u die Scheldetraal voor het dwergmuispad dat dwars door het overstromingsgebied van de Schelde loopt. Vanop een speciaal aangelegde uitkijkheuvel heb je een mooi uitzicht op dit unieke natuurgebied dat helaas doorsneden wordt door de E17, een gevolg van de industrialisatie in de jaren 60, zo lezen we op het infobord. Op het einde van de jaren 90 werden hier nog pompen geplaatst om het gebied droog te leggen, met rampzalige gevolgen voor het grondwaterpeil. Intussen weten we wel beter, maar is het kwaad wel geschied. Het kasteel Koningsdonk was in de 14e eeuw eigendom van Elisabeth Muiskonings, de echtgenote van Boudewijn Borluut, en dat is dus de voorvader van Elisabeth Borluut, en dat is de echtgenote van Joost Veit, en die kennen we als opdrachtgever van het Lam Gods. Beide staan afgebeeld op de achterpanelen van het schilderij. In Melle laten we de Schelde definitief achter ons.
Een belangrijk deel van de route blijkt over gewone verkeerswegen te lopen, soms zonder fietspad. Een deel gaat ook over onverharde paden, maar die zijn meestal wel goed bereidbaar. Merkwaardig ook is dat de route gebruik maakt van wel heel veel zogenaamde servitudes en die willen wel al eens smal uitvallen. Aan het aantal drukke verkeerswegen en kruispunten die je moet oversteken merk je ook dat Gent een drukke industriële zone is. Na Merelbeke gaat het verder in de richting van Zwijnaarden. Het dorpsplein met kiosk oogt gezellig en niets verraadt dat het plaatsje de laatste tijd brutaal geconfronteerd wordt met een ernstige grondvervuiling. In Sint-Denijs-Westrem passeren we andermaal een kasteel dat vanaf de 15e tot de 19e eeuw eigendom was van de familie Borluut. Nu behoort het tot het patrimonium van de stad Gent. Sinds het televisieprogramma Laat hem leven weet heel Vlaanderen dat dit mooie dorp volstaat met villa's, de ene nog rianter dan de andere. Toch dankt het dorp haar bekendheid in de eerste plaats aan de schilderkunst van de zogenaamde Laathemse school met schilders als Gustave de Smet of Gustave van de Woestijnen en met als beroemdste vertegenwoordiger ongetwijfeld Constant Permeke. In Baarle steken we de leien over. De omgeving is bijzonder schilderachtig en het zal wel geen toeval zijn dat net hier een standbeeld van een schilder staat. We kunnen echter niet achterhalen of het standbeeld één bepaalde schilder uitbeeldt, dan wel dat het monument symbool staat voor de schilders uit de Laathemse school. We fietsen verder naar Drongen, waar we opnieuw de leien opzoeken.
in Tampa, St. Pete. My particular bare feet like to splash in the waves. Baby, misbehave occasionally. I spend a fair amount of time at the floor. Vanaf het onverharde jaagpad kunnen we op kijkafstand genieten van de alweer riante villa's, waarvan sommigen zichzelf ware kasteelallures aanmeten. On the beach in Biloxi. Get tanner, get thinner, and go home a winner occasionally. We can surf Boca Chica and Galveston Bay. Ride horses on the beach in South Padre. No, we're not in Kansas. Hola, Port Aransas. Do you want a two-step with me? In afsnee steken we opnieuw de leien over. Van hieruit is het hooguit drie kwartier fietsen tot in het centrum van Gent. De titel Het Stalen Ros van de heer Borluut dekt dan misschien niet helemaal de lading van deze fietstocht. Ze geeft wel een heel goed beeld van de onmiddellijke omgeving rondom Gent. Dat we het ondanks alle wisselvallige weersvoorspellingen toch helemaal droog hielden, is mooi meegenomen.